met mijn knie gaat het goed. Ik zit nu op 4 maanden. Afgelopen woensdag was ik op 4 maanden. En ja, ik heb nog wel even te gaan. Het is voorste kruis, want de revalidatie duurt gewoon lang. En ik neem de tijd. Het gaat een beetje met ups en downs. De ene keer gaat het goed en de andere keer wat minder. Dan heb je een pijntje hier en daar, maar dat hoort er helemaal bij. Dus ik ben elke dag hard aan het trainen om weer terug te komen op topniveau. Kun je uitleggen wat voor oefeningen je bijvoorbeeld moet doen om hier weer van te herstellen? Ja, zoveel. Ik ben bezig met krachttraining, uithoudingsvermogen, veel op de crosstrainer, fietsen. Ik ben nu ook begonnen met rennen afgelopen week, dus dat is wel weer een mijlpaal. Dat is heel gek als je dat 5 maanden niet hebt gedaan en je gaat ineens weer die benen bewegen over het kunstgrasveld, zeg maar. Dus dat was eigenlijk wel spannend, maar ook heel erg leuk. Dan ben je ook weer een beetje betrokken bij de groep, bij Laren. En dan ben je samen op het veld weer bezig, dan voel je een beetje die verbinding weer. Ja, heel veel squatten, lunges, buikspieren, ja, dat soort dingen, leg press. Kijk, wat er gebeurt met een kruisband is dat ik heb heel lang mijn been niet echt gebruikt. Dus dan verdwijnt die spier verdwijnt gewoon, je quadriceps. Dus die moet ik gewoon weer helemaal goed optrainen om bestand te zijn tegen bepaalde bewegingen, onverwachte bewegingen. Wanneer hoop je weer wedstrijden te kunnen spelen? Ja, dat is dus een vraag die elke dag aan me gesteld wordt. Heel leuk, maar dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik neem er de tijd voor, dus ik wil niet te snel gaan beginnen. Ik moet geduldig blijven, dat is ook heel belangrijk, want die knie moet nog langer meegaan. Maar ik hoop dat ik eind februari weer aan kan sluiten bij Lara. Maar wat ik al zei, je weet gewoon nooit hoe het loopt. Het kan eerder zijn, het kan iets langer duren, maar dat is een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Goed, begin van het voorjaar, einde van het winter, begin van het voorjaar, laten we daar dan van uitgaan. Hoe lang heb je dan ook nodig om dusdanig op niveau te komen om uiteindelijk het WK van een belangrijke rol te gaan zijn in Den Haag? Ja, dat is ook weer zo'n vraag waar ik heb het nooit meegemaakt. Dus ik kan niet zeggen van nou, de vorige keer had ik 3 maanden nodig om weer helemaal terug te komen. Maar ik weet wel, ik heb dan bijna een jaar geen wedstrijden gespeeld. Nou, een jaar is een beetje overdreven, 8 maanden. Dus dat ritme, echt het wedstrijdritme en de afstanden die je aflegt in een echte wedstrijd, ja, dat zal wel even wennen worden. En dat is wat ik dan heel veel moet gaan doen. Kijk, ik ga natuurlijk steeds meer doen in de loop der tijd. Ik bedoel, ik ga niet in februari beginnen en dat dan de eerste keer op het veld is. Ik bedoel, ik heb dan wel iets gedaan natuurlijk. Maar echt het wedstrijdritme en meedraaien in het team en in de systemen en in de lijnen. En mensen moeten weer wennen aan mij. Ik moet weer wennen aan wat er om me heen gebeurt. Ik denk dat ik daar wel 2 maanden voor nodig heb, zeker. Ja, Max Kallas die zegt heel duidelijk van ze is op tijd weer fit, op tijd hersteld van de blessure en ze is zo goed. Ze past zich moeiteloos in het team straks. Doe jij die mening? Nou, dat is natuurlijk wel heel leuk om te horen van de coach als hij dat over je zegt. Ik ga wel nu al niet meedraaien op het veld met het Nederlands team, maar wel in de groepsessies. Dus ik heb die binding ga ik wel al krijgen, dat ik er wel bij ben, zeg maar. Ja, ik hoop het. Ja, dat is wel echt mijn doel, het WK. En ik hoop gewoon echt dat ik op tijd fit ben. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om een doel te hebben. Dus daar doe ik alles voor de komende maanden. Oké, dank je.